Hey YouTube, welkom terug bij een nieuwe review. We gaan vandaag weer verder met de serie van Garage Beer Company uit Barcelona. En dit is een collab met Equilibrium uit New York. Middletown, New York. Amerika. En op het blikje staat de letter A. De vorige keer hebben we de M gedaan. Dat was een double IPA. Dit is een triple IPA. Het bier heet Polankik. En het is een triple IPA van 10%. Garage Beer Company krijgt een 3,9 op hun tapped. Het bier een 4,1. Brouwerij uit Amerika. Equilibrium krijgt een 4,25 zelfs. Echt een hele hoge rating. Zoals je misschien weet ben ik niet de grootste fan van triple IPA's. Vind ze vaak te boozy, te... Ja. Echt, als op het IPA-gebied ben ik echt... hou ik echt van mijn double IPA's. Mijn single IPA's vind ik ook lekker. Mijn double IPA's doen het echt voor mij. Triple IPA's eigenlijk niet. Maar ja, ik laat me graag verrassen. Ik heb zeker leuke triple IPA's gehad in het verleden, maar... Ja, ben er niet de grootste fan van. Ik zal even lezen wat er niet op het blikje staat, maar wat ik wel even opgeschreven heb. Is een leuk stukje wat op Untappd te vinden was. Het is in het Engels, dus zet de ondertitels even aan als je niet kan volgen. Triple IPA with New York's Equilibrium Brewing Company. When brewing a beer with Equilibrium, you don't do things by halves, so we decided to go big with this one. A big, full-bodied, juicy triple IPA loaded with some of our favorite hops, chock full of Citra and Citra Cryo to give all of the stone fruit and melon you could want, followed by pineapple, brew one, pear notes from Galaxy, and finished off with a light touch of Sabro. Sabro, dan hebben we hem weer, Sabro. To give a creamy lemon and coconut vibe. This fruit cocktail is framed by protein heavy grists and a lactose addition to really make this beer a juicy, soft and round as possible. Nou, dat klinkt goed. Ik ben heel erg benieuwd. Gaan we gewoon even openmaken en kijken hoe het eruit ziet. Misschien ga ik het wel heel erg geweldig vinden, het bier. Je weet het niet. Zou zomaar kunnen natuurlijk. Hierna krijgen we nog een Berliner Weisse en een pastry stout. Laat onderaan de video even weten wat je mening is over triple IPA's. Ik ben benieuwd. Ziet er wel heel mooi uit. Kijk eens naar die kleur. Echt, die schuimkraag is echt zo compact als ik weet niet wat. Het is echt net slagroom. Hele mooie licht oranje donkergele kleur. Met een mooie witte schuimkraag. Ja, hees voor deze. Super. We gaan even naar de neus. Oeh. Oké. Okay. Zeker die steenvruchten, mango, perzik. Limoen. Van de Sabro dus. Kokosnoot komt nog niet echt heel erg naar voren. Hij ruikt echt... Ruikt echt best wel lekker eigenlijk. Dus ik ben benieuwd hoe die gaat smaken. Proost. Holy smokes. Het
Serieus, als dit 10% is? Oh mijn hemel. Wat een ongelooflijk heerlijk mondgevoel. Je proeft zeker dat er lactose in zit. Moet je ding zijn. Af en toe vind ik het niet vervelend. Maar heeft echt een beetje lactose zoetje. Die kokos zit er ook in. Maar dit is echt zo gevaarlijk. Echt zo gevaarlijk. Dit is denk ik echt by far de meest crushable triple IPA's die ik ooit gehad heb. Hij heeft zeker dat tropische gehalte met de mango en de persik, wat ananas. Die limoen komt erin voor. Kokos komt er ook in voor. Een beetje dat lactosezoetje zit erin. Echt een geweldig mooi, rond, mooi mondgevoel. Als je de slok als die in je mond zit, als die door je keel gaat, voel je wel dat het een triple IPA is qua alcoholgehalte. Maar dat die 10% is, proef je eigenlijk niet. Je voelt hem wel een beetje glijden, maar dat is eigenlijk het enige. In de smaak proef je er helemaal niks van terug. Deze is echt super gevaarlijk. Echt verbloemt echt het alcoholgehalte heel erg. En heel erg mooi. Dit is denk ik wel echt een van de betere triple IPA's die ik gehad heb. Een tijd terug had ik een pakket van Untappd voor een bierfestival. Waar ook een triple IPA van Garage in zat. Die was ook echt super lekker. Die dronk niet zo makkelijk weg als deze. Maar ja, dit plakt ook mooi aan je lippen. Hij is echt een mooie ribbonlacing. Deze is echt lekker. Echt geweldig goed gemaakt. Ik had ook eigenlijk niet anders verwacht van Equilibrium. Wat echt een super mooie brouwerij is. Als je ooit een bieren tegenkomt in een webshop of bij een slijter, neem het gewoon mee. Het is niet goedkoop, maar neem het gewoon mee. Want het is echt lekker. Echt een hele mooie brouwerij. Ja, ik ben een beetje flabbergasted eigenlijk. Wauw. Echt geweldig. Ja. Ik ga deze gewoon een 4,25 geven. Met gemak. Misschien dat hij nog wel uitkomt op een 4,5 zelfs. Ik vind dit echt leuk. En ja, de tweede bier is ook weer echt spot on. De eerste was echt een mooie, hele oldschool double IPA. Mooie West Coast tonen zaten daarin. En dit is echt een heerlijke triple IPA. Ja. Misschien dat hij wel in het lijstje gaat komen voor 2021. Ik weet niet. Check Untappd even. Ik heb altijd een beetje... voor buitenlandse bieren moet hij altijd minimaal 4,5 halen. Wil hij in het lijstje komen. En Nederlandse bieren vanaf 4 ongeveer. Wil hij in het lijstje komen voor beste bieren. Maar ik denk, ja, misschien dat deze wel in gaat komen. Geen idee. Check een tab daarvoor even. Onderaan de video vind je linkjes naar de websites van beide brouwerijen. En linkjes naar mijn social media, Facebook, Instagram en Untappd. En een linkje naar de website van de Dutch Beer Collective. Waar je reviews vindt van Thomas, van Remy en van Douglas. En uiteraard ook van mij. Dit was hem weer voor deze review. Ik zou zeggen, proost. Tot de volgende keer. Cheers.